rijden nu Lyon binnen. Ik heb besloten om via de binnenstad te gaan, dat doe ik eigenlijk altijd. Maar je kunt er ook omheen, dat is eigenlijk de bedoeling van de Fransen. Maar dan rij je zoveel kilometers om, dan heb je wel niet die opstopping die je vaak langs de Rhône hebt. Maar het is irritant veel om. Dus vandaar dat ik meestal via Lyon Centrum rijd. We gaan dadelijk nog twee of drie, meen twee tunnels, één wat langer. En aan het eind van die tunnel, die laatste tunnel, ga je in één keer scherp rechtsaf. En dan rijd je parallel aan de Rhône, dat is op zich een mooie route. Als je via die manier de stad uiteindelijk weer uitrijdt, dan zie je aan je rechterkant overal chemische industrie. Hier staat een hele grote olieraffinaderij. En dat ruik je ook. Goed, we gaan nu de eerste tunnel in. Even terugschakelen. Eens kijken of dat het niet te lang is. Dat ik het kan volhouden, want je krijgt een beetje een lamme arm van het constant zo filmen. We gaan het beleven. Ik ben ook eens benieuwd of dat dit apparaatje zijn belichting goed houdt in zo'n tunnel. Ik denk het wel. Nou, zo te zien gaat dat vrij aardig. Een beetje afstand houden. Ook wel zo leuk. Zoals je ziet, echt opschieten doet het hier niet. Maar goed. Als we er maar doorkomen. Dit is, uit mijn hoofd gezegd, de lange tunnel. Midden in de zomer is dat niet zo fijn, want hier binnenin stijgt de temperatuur echt, nou, soms wel met 15 graden vergeleken met buiten. En dat is een beetje irritant. Gelukkig hebben we airco tegenwoordig, maar zelfs met een aircootje, zeker een aircootje wat hierin zit, dat is een ongeregelde airco, ja, dan wordt het binnen toch wat warmer, of dat je wil of niet. Benieuwd hoe lang het duurt. We rijden gewoon vrolijk verder. Ik krijg nu last van een lamme arm, dus ik neem het apparaat even in de andere hand. Nou, ik zie licht aan het einde van de tunnel. Het is altijd mooi om in je leven te constateren. Mijn zonnebrilletje weer even opzetten. Dan gaan we daar nog door een klein tunneltje heen. Dan kun je meteen naar de tunnel, kun je hier af. Dat is ook zo lekker handig als je het hier niet kent. Baantje wisselen. Zo. Mooie stad hoor, Lyon. Ik heb het nog nooit echt bezocht. Maar als ik ooit een keer de kans heb, dan ga ik het zeker bezoeken. Ja, dit is het laatste tunneltje en dadelijk gaan we rechtsaf en dan zijn we parallel aan de Seine, aan de Rhône. Als je van de andere kant afkomt, dus je gaat terug naar het noorden, dan heb je hier heel vaak file. Want die moet dan van de andere kant ook door dit bochtje en op de een of andere manier, omdat er een afslag in zit enzovoort in het bochtje zelf, houdt het daar nog alles op. Kijk, je kunt hier ook zien. Het is hier een behoorlijke file. Dat is altijd zo. Of ja, ik heb geloof ik één keer meegemaakt dat het niet zo was. Maar verder is het altijd zo. Ik kan trouwens ook meteen, ik weet niet of dat zichtbaar is. We kwamen zo'n 25 kilometer onder Lyon. En
toen liep de snelheid, of de temperatuur, nou, binnen de kortste keren met 3 graden Celsius op. Want dan kom je in het bereik van het Middellandse zeeklimaat, wat vaak hier bij Lyon zeg maar zo'n beetje ophoudt, of begint, hoe je het ziet. En dat zie je meteen terug in de temperatuur. Daarom zeg ik ook altijd, wil je mooi weer hebben, en ik ben niet de enige die dat zegt, dan moet je onder Lyon zitten. Nou, dit wordt een hoop kriskras. Dan weer links, dan weer rechts. Waarom ze dat allemaal zo moeilijk hebben gedaan, weet ik niet. Je gaat ook een paar keer over de Rhône heen. Dat zal wel een hele verstandige reden voor zijn. En dan pas langzaam kom je weer op de reguliere snelweg richting het zuiden. Allemaal nog file. File. Nou, hier hebben we goed opletten. Er zaten leuke bochtjes. Vooral als de mensen op de rechterbaan wat te ver naar links komen. Nou, dit was weer genoeg voor dit moment.